En dan vraag ik Frank, die ik helemaal aan het begin van het programma al even bij jullie heb geïntroduceerd, om naar voren te komen. Ja Frank, want nou gaat het erop aankomen. De Han heeft onderzoek gedaan. Jij gaat ons daar helpen om daar meer inzicht op te krijgen. Je hebt een korte introductie voorbereid. En dan komen Wouter, Jan en daarna Maarten aan de beurt. En daarna roepen we de twee beheerders er nog weer even bij en hebben we nog een gesprek tussen enerzijds wetenschap, zou je kunnen zeggen, nieuwe inzichten, nieuwe kennis, en anderzijds de praktijk van de beheerder. Veel succes. Dankjewel, Ferdy. Om als introductie zeg maar, op de wat meer inhoudelijk getinte presentaties van Wouter-Jan Klerk en Maarten Pot, zal ik even een intro geven over wat we eigenlijk in het verleden, het recente verleden, zeg maar het laatste decennium gedaan hebben. Ik weet niet of ik zelf kan doorklikken met deze. En dan is dat de groene knop. Maar voordat ik dat doe, wil ik eigenlijk even aangeven zeg maar, op welke manier ik eigenlijk vaak nadenk over het leren in, met en voor de praktijk. Eigenlijk hanteer ik een vrij eenvoudig model. Hè. Er wordt heel veel ervaring opgedaan in de praktijk. Dat proberen we dan vervolgens in de theorie te begrijpen. Dat levert nieuwe inzichten op. Kunnen we ook de jongere generatie mee opleiden en helpen zich te ontwikkelen. Levert ook de mogelijkheid op om over innovaties na te denken. En dat stoppen we weer in de praktijk. En dat gecombineerd met de ervaring die we daarin hebben, levert enerzijds een beter beheer op. Daar doen we het natuurlijk allemaal voor, hè, om dan ons continu te blijven verbeteren. En vervolgens toch ook wel weer nieuwe vragen. En gelukkig maar, want zo blijven we al decennia lang onze nieuwe generatie telkens weer opleiden. Waarmee ik de theorie niet telkens wil vereenzelvigen met de nieuwe generatie, maar in ieder geval ook de nieuwe generatie. Want volgens mij hebben we het ook altijd over een leven lang leren. Vandaag gaat het over dijkveroudering. Wat we gezien hebben is een aantal verhalen uit de praktijk, heel waardevol vanuit de ervaring van de dijkbeheerders. Dijkveroudering heeft alles te maken, hebben we ook in de filmpjes gezien, met inspectie en onderhoud en onderhoudsplannen. En ik heb een aantal onderzoeken die we in de laatste 10 jaar, en ik zeg we omdat ik me gewoon deel voel van de dijkgemeenschap, net als jullie allemaal, gedaan hebben om zeg maar, eigenlijk die cirkelpraktijktheorie te sluiten. En ik zal vast een aantal vergeten, hè, maar ik hoop dat ik de belangrijkste mag hebben. En anders is de chat ervoor om een aantal aanvullingen te geven. Maar in ieder geval even om het onderzoek waar we dadelijk wat meer over horen, wat meer te kunnen plaatsen. Ik denk een jaar of 10, 15 geleden begonnen we met het vastleggen in de digigids en via digispectie. Met beelden die we zagen vanuit het onderhoud. Hier bijvoorbeeld een plaatje van de grasbekleding. Om in ieder geval te zorgen dat we op dezelfde manier dingen die we zagen vastlegden. Een jaar of vijf geleden denk ik, hebben we het risico gestuurd beheer en onderhoud. Toen kwam de notitie uit van STOA, maar de jaren daarvoor is daar natuurlijk aan gewerkt om zeg maar, een onderhoudsstrategie te ontwikkelen, om zeg maar, de onderhoudscyclus op te zetten. Daarin kwam duidelijk punt naar voren dat je dan wel data moet hebben. En daar gaat het vandaag ook om, dus daarom focus ik daar een beetje op. Dat je data moet hebben om de achteruitgang van je dijk op verschillende processen in de gaten te kunnen houden. En ook een jaar of 5 geleden hebben we het programma Rowamki gehad. Tussen 2015 en 2019, getrokken door Deltares, daar werkte ik toen nog. Dat heeft tot doel gehad om te kijken naar het asset management van de natte infrastructuur. Ook waterkeringen dus. Een aantal cases gedaan om inzicht te krijgen, om te kijken van op welke manier kunnen we nou meer kwantitatief, bijvoorbeeld degradatieverlopen, inschatten. Daar hebben we toen een casus gedaan met Rijkswaterstaat bij de Oesterdam. Je ziet hier een provisorisch plaatje. Wat duidelijk in die casus ook weer naar voren kwam, was dat we wel een heleboel dingen zien. We leggen ook dingen vast. Maar de data die je eigenlijk nodig hebt om in de tijd een proces te kunnen volgen, dat kan nog wel verbeteren. In ieder geval gaven die analyses heel duidelijk aan dat je de relatie tussen achteruitgang en inspectiefrequentie goed in de gaten moet houden. Want anders ga je belangrijke momenten missen. Weer iets verder in de tijd, en dan hebben we het over een jaar of 2 geleden, heeft Wouter-Jan Klerk in het kader van zijn promotie een veldproef gedaan. Een veldproef waarbij verschillende mensen
en ik geloof wel tientallen, Wouter-Jan, over de dijk liepen. En hij kan er zelf veel meer van vertellen. Gaat hij misschien zo ook nog een tipje van de sluier oplichten. Hè? Maar om een tipje van de sluier op te lichten, twee mensen zien meer dan één. En drie mensen zien weer meer dan twee. Ze vullen elkaar aan. Dus daarmee krijg je een completer beeld. En niet alleen zien die mensen meer, maar zien ze ook wel dezelfde dingen. Interpreteer je de dingen die je ziet wel op dezelfde manier. En dan hebben we het dus over, stel je voor dat je de data zou hebben om de degradatie in de tijd van één van de processen die we in de gaten moeten houden, om die te monitoren. Wat zegt die data dan precies? Nou, dan komen we ondertussen aan bij nu. Hè. De afgelopen jaar heeft de HAN samen met een heel aantal andere partijen initiatief opgezet van zouden we nou niet alle data die we in Nederland hebben, als we dan toch data nodig hebben, zouden we die dan niet bij elkaar kunnen voegen? Want meer data, dat zegt misschien wel meer dan alleen de data per waterschap. Vandaar dat het idee opgevat is van zouden we niet eens een haalbaarheidsstudie kunnen doen naar het opzetten van een nationale dataset. En dan hebben we misschien niet hele lange datasets, maar misschien hebben we, doordat we op zoveel verschillende plekken toch overal ook dezelfde type dijken onder de loep nemen, misschien zegt dat gezamenlijk toch wel meer dan als we dat niet zouden doen. Nou, daarmee proberen we dus het stapje van theorie naar praktijk te helpen ondersteunen. En het laatste om de loop te sluiten is dan zeg maar de inspectiebasis, NEN 2767, een inspectiestandaard om conditiemeting goed te doen. Dat is een notitie, een handreiking die vorig jaar uitgekomen is, ook een publicatie van de STOA, meen ik. Nou, als we allemaal de data ook op dezelfde manier inwinnen en vastleggen, dan kan je van 1 plus 1 3 maken. En we zitten eigenlijk dus nu op het punt dat de praktijk, zeg maar, die gegevens die we op die manier vastleggen, ook daadwerkelijk gaan toepassen. Nou, ik hoop dat dat al gebeurt. Misschien dat de chat er goed voor is om daar ervaringen over in te delen. Dan zijn we weer bovenaan de piramide gekomen bij de praktijk. En dan hebben we eigenlijk in de loop van de 10 jaar eigenlijk een standaardisatie meegemaakt van op welke manier gaan wij nou eigenlijk om met data inwinnen. Maar het gaat natuurlijk ook om van wat heb je er dan vervolgens aan? En dat was een van de belangrijke elementen waarom wij de studie, haalbaarheidsstudie hebben we die maar even genoemd, nationale database inspectiegegevens hebben opgesteld. Want het bij elkaar zetten van data, ja dat kunnen we natuurlijk, dat is klontjes. Maar het gaat erom, wat heb je eraan? En in het kader van wat heb je eraan, hebben we een aantal verkennende onderzoeken gedaan in het afgelopen hebben we een aantal verkennende onderzoeken gedaan. We hebben gekeken naar inspectieplannen en werkprocessen. Op welke manier leggen de waterschappen hun gegevens vast? En kan dat helpen, zeg maar, of juist niet, om gezamenlijke analyses met die dataset te doen? We hebben ook om een database, de haalbaarheid daarvan te testen, hebben we ook een database gebouwd. Dat plaatje dat zie je aan de rechterkant van het schema. Een aantal data is daar ook verzameld. Van ik geloof een aantal waterschappen, een stuk of 8 waterschappen. Nou, die staan in een mooi plaatje. En eenvoudige analyses zijn daarmee gedaan in de afgelopen tijd. Kun je bijvoorbeeld een verband zien tussen schade, dijkzone en ruimtelijke kenmerken. In hoeverre is het mogelijk om te kijken of je schade in de loop van de tijd ziet verergeren. Kun je daar vervolgens dan ook analyses op doen om de progressie verder door te trekken op een voldoende betrouwbare manier om tot voorspellingen te komen. Plaatje rechtsonder geeft nog aan op de x-as de oriëntatie en op de y-as hoeveel procent van in dit geval graverij groot voorkomt. Nou, de grote graverij heeft een voorkeur voor de zuidelijke, voor dijken die op het zuiden liggen, zo te zien. Het zijn een aantal eenvoudige analyses, maar wel heel erg interessant. En die zouden moeten aangeven van als we die data allemaal bij elkaar zouden willen halen, hebben we daar dan ook meerwaarde aan.